58e minuut zitten we intussen Aad Özil, de creatieveling bij Duitsland. Ja, die zorgt dan dat de bol goed verdeeld wordt. Hij laat hier een bal geniaal van zijn voet vallen in één keer op Podolski. Dus daarom had ik hem zeker al niet gewisseld, omdat hij de creativiteit heeft. En dan, belangrijke fase in die tweede helft, handspel van Vidic Flip. Ja, laat ons zeggen, het is een beetje een kopie van wat we allemaal gezien hebben. Een onnodige handspel, maar dan natuurlijk het missen van die strafschop is toch bepalend voor de rest van de wedstrijd. Diensten van de doelman? Ook, want een doelman die een penalty pakt, is altijd veranderd. En dan Jovanovic op de paal, Aad. Ja, dat is een goede actie. Heel snel aangenomen van een topspits, dat is fantastisch. En heel snel met het geweer klaarstaan om op de paal te schieten. Ja, en dan nog eens een hele goede kans, hè, voor Servië. Ja, dat zijn er een beetje dezelfde dan de Duitse, 2-3 na elkaar.